close, we're right. Who cares if we don't know where we're going? Good vibes. Ik heb eigenlijk nog nooit op zo'n speedboot gezeten als waar we op zaten. Dus dat was wel heel tof. En vooral ook omdat we op Ibiza zijn, wat echt ook een hele mooie omgeving is. En superblauw water en hele mooie bergen. Omdat je met allemaal getalenteerde mensen zit, dan word je ook wel snel geïnspireerd door elkaar, denk ik. En ja, het is toch wel anders dan dat je thuis zit of zo. En die omgeving heb je toch wel 1000 keer gezien. En hier heb je gewoon allemaal nieuwe dingen om je heen. En we doen allemaal leuke dingen waardoor je super veel inspiratie krijgt. Ik ben Melle Stomp, ook wel Mesto. Ik ben DJ en producer. En ik ben 17 jaar. Ik word deze week 18. Ja, ik was 14 jaar toen ik begon. En ik heb toen gewoon een muziekproduceerprogramma gedownload, FL Studio. En ben daar een beetje mee aan de slag gegaan. Want ik heb vroeger viool en drummen gespeeld. En ja, na een tijdje wilde ik gewoon alles in één maken. Dus zelf echt liedjes maken en dat ben ik toen gaan doen. Mijn ouders zijn beide waren heel muzikaal. Moeder saxofoon en mijn vader gitaar, piano en ook een beetje drummen. Ja, ik denk dat dat me wel heel erg heeft geïnspireerd. Ik denk dat de meeste mensen mij in het hokje plaatsen van Future House en Future Bounce. Maar zelf probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk dingen te maken. Ik vind alles tof en ik label het zelf ook niet echt. Ik denk dat als je een liedje van me hoort, dat je wel snel hoort dat het van mij is of zo. Ik denk dat het aan de melodielijnen ligt of aan de drums. Dat je dat gewoon een herkenbaar iets, dat je dat wel snel hoort of zo. Ook bij andere artiesten dan, zoals bijvoorbeeld ook Destik of Mike Williams, dan hoor je gewoon gelijk dat zij het zijn. Band ging je echt super snel, dat was super leuk en al het water kwam wel in je gezicht. Dus je zag eigenlijk bijna helemaal niks, maar de ervaring was super leuk. Als ik begin met muziek maken, dan heb ik altijd waarmee ik zeg maar mijn akkoorden en melodie maak. Begin ik altijd met gewoon één geluid wat altijd al vast in mijn project staat. Voor mij werkt dat heel chill om daar mijn akkoorden en melodie mee te maken. En daar begin ik ook altijd mee. Ik leid altijd zeg maar de drop leid ik af van de melodie in de break. Dus dan pak ik de baslijn van de break. Zelfde key natuurlijk altijd. En ik doe eigenlijk ook maar wat. Ik weet niet altijd precies wat ik doe, maar soms werkt het, soms werkt het niet. En ja, dat is juist het leuke van muziek maken, denk ik. Het was super cool om bij Mambo te staan. Ik ben er vorig jaar geweest toen ik zelf bij Ushuaia moest draaien. Ben ik ook bij Mambo geweest. Super veel bekende DJ's die draaien daar gewoon. Super goede sfeer, iedereen is blij aan het dansen. En ja, dat was heel tof. Voor mij was het wel ja, een soort van bucketlist showtje. Ja. In deze studiodagen zijn Damien en ik aan een plaat gaan werken. Nou, op zich wel leuk iets geworden, denk ik. Ik ben benieuwd wat jullie vinden.
Dat was Crazy. Nice one. Can I ask you guys something? No? Ik ben afgewezen. Omdat we zo'n toffe dag hadden gehad op de boot, dachten we, waarom gaan we eigenlijk niet gewoon een feest geven op de boot deze week? En daarmee zijn we nu bezig om onszelf als line-up op de boot te gaan zetten op vrijdag. En we proberen zoveel mogelijk mensen te verzamelen die naar ons feest willen komen. Dus ik hoop dat het leuk wordt. When are you guys leaving? Back home. Ja. We hebben een boot met drank en zo, maar we hebben geen mensen. Super goed karakter. Like a boat party where I want to invite you guys. But you guys are leaving on Wednesday. So. Too bad. Sorry, too bad, too bad. Ik zei van Nederland. Heb jij nou girls? Ja. Dat moet je niet doen, dan voelen ze zich aangevallen. Ja, geef even mijn Insta. If you send me a direct message on Instagram or something, I can see. Get out of the car. Go back. Ze zijn helemaal. Dat was gezellig. Maar ik durf daar niet naar binnen. Ja, ik vind het wel spannend om zo'n grote verantwoordelijkheid op mij of op ons te hebben. Dat je zo'n boot vol moet krijgen met mensen. Dus dat is nog wel spannend, maar ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ik ben Damien Bast, mijn artiestennaam is Destik. Ik ben 21 jaar oud. Dat ik de muziek inging had eigenlijk meerdere redenen. Ik vond het gewoon heel leuk om naar muziek te luisteren. En op een gegeven moment ging ik me ook gewoon een beetje interesseren in hoe maak je dat nou eigenlijk. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on your shirt.